En Rudy kopen ook geen kaarten. Geen kaarten kopen? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch bij bol.com, hoor je ook alles al van tevoren betalen. Wij Rudy betalen pas aan het eind als het mooi geweest is. Ja, maar meneer, en zo werkt dat hier niet hoor. Nou, kijk, die hele zaal die heeft al betaald. En die zit allemaal nu voor ons klaar. Rudy, zie je wel, het zei ik al, Gaart. Dus ik zou zeggen, mensen, geniet hier vanavond van een beter huishouden begint bij de man. Nee. Goedemorgen, ma. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, schat. Waar is mijn krant? Hier. Zeg, is Rick ook al wakker? Oh, ik heb echt geen idee. Hoi. Oh, goedemorgen, Rick. Zeg, Nel. Het is vanavond echt... Wie heeft het dan? Wat vind je ook niet? Oh, gekke. Zeg, blijf je er niet even gezellig bij zitten? Nou, dat lijkt me inderdaad heel gezellig, maar ik moet al bijna gaan en ik ben nog lang niet klaar. Trek dan gelijk iets anders aan. Tot over de knie raad. Ja, pa. Oh, volgens mij stond het best leuk. ik moet vanavond weer extra oefenen voor de dartcompetities vanavond, jongens. Je gaat suiken dus. Alweer? Ik dacht dat wij vanavond boodschappen zouden doen. Nou, dan doen we dat vanmiddag toch? Nee, op maandagmiddag heb ik altijd voetbaltraining en Maan brengt me altijd. Nou, maar dan doe je dat vanmorgen. Zo, ook weer opgelost. Doei. Doei. Nou, kijk eens lieverd, ik heb er ook een appel bij gedaan. Dankjewel. Ja. Tot vanmiddag. Tot vanmiddag. Jij ook bedankt. Moet jij niet opschieten, Rick? Ja, ik mag alles weer opruimen. Als hij vanmiddag thuis komt, dan mag hij zijn eigen boterhammetjes smeren. Ik ga mijn koffers pakken. Nee, en je had net een telefoon zeggen dat je een probleempje had hierop. Dat Nel een tijdje weg was. Maar nu vertelde de buurvrouw net buiten dat ze je heeft verlaten. Ach, dat mensen is helemaal niet wijs. Oh, dus het is wel goed tussen jou en Nel. Nou ja, dat wil zeggen, nog wel, ja. Laat mij maar eens proberen. Het ziet er altijd heel simpel uit. Ja, laat mij eens proberen. Ja, eens even kijken hoor. Ja, ja, Klara doet altijd zo dan wat. Dat ze dat die was zo goed. Dan race ze er zo overheen. Lange halen, zegt ze dan. Heel snel goed, Bennet. Ho, ho, dit wordt ook niks, nee. Oh, komt de sirene maar deze kant op? Dat denk ik, ja. Oh. Nee, goedemiddag, Rent. Goedemorgen, mag ik even binnenkomen? Oh. Ja, wat is er aan de hand, Rent? Deze jonge vrouw hier heeft een jonge man door het raam naar binnen zien stappen. Ik heb gelijk de politie voor je gebeld, heb je echt waar? Dat is bijzonder. Ja, maar zijn de spullen weg, mist u iets? Nee. Ik kom net thuis, ik heb niks gezien. Nee. Heel raar. Nee, wij hebben niks gezien. Wij ook niks. Niks. Nou ja, niks wel. Ik weet het zeker hoor. Er ging een gozer door dat raam naar binnen en ik heb helemaal niemand naar buiten zien komen. En ik markeer niks van mijn ogen. Marloes. Marie, wil je naar binnen zien gaan? Nee. Wat is dit? Wat is dit? Dit is mijn zoon, Rick. Oh, ah, natuurlijk. Die zaal zit hier vol. Als ik eens even een paar mensen halen, eens even zien. Hierop.
Kom, ga lekker zitten. Kom, ja. Zo, hartstikke mooi. Ga even op het bankje zitten. Dan haal ik eventjes een biertje. He, daar hebben jullie wel zin aan. Ik moet wel zeggen, ik zou praat even wat met elkaar. Kom even gezellig. Ja, kletsen even wat. En vertellen hoe je mop of zo. En als je niks te vertellen hebt tegen elkaar, hè, dan vragen we het hier van Evelina, de souffleur. Als wij het niet weten, vragen we het ook altijd aan Evelina. Dus kunnen jullie ook kunnen. Goed, haal ik even een biertje. Krets even wat. Ben je zo weer, hoor. Oh, wat is dat nou weer? Ik ben zo terug, hoor. Hallo. Is Henk er ook? Nee, Henk is er een moment niet. Oh. Maar ik zou zeggen, ga even makkelijker zitten, schuif even iets op. Oh. Ga even lekker zitten. Nou, dat lijkt me wel gezellig. Zo. Hey, knul. Ik ben er zo in. Wat is gezellig hier. Waar die ligt er Henk op de zoek? Wat ga ik hier doen? Zeg, denk je niet even bij mij thuis wat? Je mag wel bij mij mee naar huis. Ben ik weer. Hoppakee. Oh, lekker. Nootje erbij. Wat gebeurt er hier? Je zei, je doet maar. Ja. Wat heeft dit te betekenen? Op een biertje? Hou. Ja? Sorry jongens, de kroeg gaat alweer sluiten. Henk is niet zo in stemming. Jij gaat hier rotzooi maar zelf mooi opruimen, Bert. Ja? Bert. Ja, dat. Eén momentje, ben je zo terug? Ja, oh, ja. Hij doet het wel voor het show. Ja. Nou, Bertus, daar zit je. Ja. De laatste voorstelling. Ja, nog voldoende vier, hè. Dus, ja, het is... deze na drie keer, dan is het klaar. Jammer. Maar 50 jaar, dat is niet niks, hè? Nee, ik vind het een heel stuk, hè. En weet je, alle keren meegedaan. Vrouwen die zijn wel eens een keer zwanger als ze een jaartje overslaan. Ja. Dat ben ik nooit geweest. Nee, dus... ja, op een gegeven moment komt het moment, hè, dan moet je toch beslissingen nemen. Maar je denkt niet van, ik plak er nog een jaartje aan? Nee, ik heb eerst overwogen of ik het met 25, of met, als ik 65 was zou doen. Maar dat lukte niet. En toen heb ik toch besloten met de 50ste keer. Ja, weet je, je kunt ook nog wel 10 jaar doorgaan. Woutje bijvoorbeeld, die doet voor de... Volgend jaar voor de 60ste keer mee. Ook prima, vind ik. Ja. Maar goed. Maar je gaat wel verder met Heintje. Ja, dat soort flauwekul blijven we wel gewoon doen. Hoe lang doet ze het al, Heintje? Al 25 jaar? Ja, eerlijk. Het is toch heel machtig. Ja, dat doet ze goed, hè? Ik probeer het wel eens iets bij mijn eigen. Maar Gerrit vindt dan dat ik op een auto liep waar ze de kilometer tellen. Dat is van teruggezet. Hè? Nou ja, het is toch ook niet leuk als dat ze... Je gaat nog niet weg zoals Bettes? Nee, nog niet. Nee. En Heintje ook niet? Alsjeblieft, er ook wel bij hoor. Wij, ja, een beetje helpen opbouwen en zo, een beetje helpen werken en zo, dat kan nu wel. Ja, oké. Dat is veel beter. Hij moet een beetje in beweging blijven, hè? Hij wordt ouder, hoor. Hè? Ja. Toch? Jazeker. Dit is lekker! Bij anderen vinden dit altijd heel lekker. Nee, hè? Kom op. Kom gewoon alsjeblieft op het huilen. Nee, voor mij. Kom op. Moet ik harder heen en weer rijden? Vind je dat soms lekker? Oh, hey, Betty. Oh, Betty, kom erin. Wat wil je van me? Wat? Wat wil je van me? Nou, ik voel me af of je dit zo stil moet krijgen. Baby? Ja. Moet jij nou met een baby? Ja. Zeg, weet jij wel dat het heel erg onbeleefd is om zo te blaren, terwijl grote mensen gesprek proberen te voeren? Wauw,
Ik heb die kleine toevallig wel mooi stil gekregen, hè? Die ligt nou lekker te slapen. Ja, nou, over slapen gesproken. Ik denk dat ik ook maar even op bed ga liggen, want die ribben die doen me aardig zeer. Ja. Heb je geen medicatie meegekregen? Nou, die moet er nog gehaald worden bij de apotheek. Oh, dat zal ik zo wel even doen. Oh, dat is... Zeg, Jeroen, wil jij me eens eventjes naar de slaapkamer brengen? Nee. Ja. Zeker niet? Ja. Okay. Ik vertrouw je volkomen. Ja. Hey, nee? Ja. 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 Je bent je voorzichtig op de trap? Ja. En jij? Ja. Bloesje strijken. Ja. Dat is jouw schuld. Ik zou het gehoord dat jij dat ook allemaal deed en ook kon ik het ook wel. Je bent bedankt hoor. Ja, ik kan heel goed strijken. Ja, dat stelt helemaal niet zoveel voor hoor. Ja, ja. Nou, het enige wat ik jou heb zien strijken was een stapel tosties. Echt? Ja. Niet belangrijk, ja. Niet belangrijk. Ik kan wel een beetje aandacht gebruiken. Oh. Oh. Ik weet niet of dat wel zo'n goed idee is, Betty. Maar Henk. Gewoon een beetje aandacht van de man. En ik ben toch best een aantrekkelijke vrouw, of niet dan? Ja, nou, er is niks mis mee, maar ik geloof niet. Nu nou weg is... Kom, Henk, volgens mij wil jij dit net zo graag als ik. Alsjeblieft. Oh, Henk, ik ben... Wat heeft dit te betekenen? Wel, je bent er thuis. Ja, en dat komt niet zo gelegen, zie ik. Als ik thuis kom, dan wil ik dat jij je boeltje hebt gepakt en dan kan je vertrekken. Slecht. Wat kan ik doen? Ga naar huis en laat je je niet meer zien. Fruit! Leg dit. Pa heeft wat geleerd en de rust is wedergekeerd. Belangrijk. Maar mijn boel. Wat is dat voor lelijke koe?